Welkom bij deze aflevering van Bijbelse Overdenkingen. Woorden van Jezus. Want zoals het was in de dagen van Noach. De tekstwoorden boven deze overdenking kunnen we vinden in Matthäus, het 24ste hoofdstuk, de versen 36 tot en met 51. Doch van die dag en uren weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan mijn Vader alleen. En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor de Zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot de dag toe in welke Noach in de ark ging, en bekenden het niet totdat de Zondvloed kwam en een alle weg nam, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Alsdan zullen er twee op de akker zijn. De een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Er zullen twee vrouwen malen in de molen. De een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Waakt dan, want gij weet niet in welke uren uw Heere komen zal. Maar weet dit dat zo de heer des huizes geweten had in welke nachtwaken de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. Daarom, zijt ook gij bereid, want in welke uren gij het niet meent, zal de zoon des mensen komen. Wie is dan die getrouwe en voorzichtige dienstknecht, dewelke zijn heer over zijn dienstboden gesteld heeft, om hun lieden hun voedsel te geven ter rechte tijd? Zalig is die dienstknecht, welke zijn heer komende zal vinden al zodoende. Voorwaar, ik zeg u, dat hij hem zal zetten over al zijn goederen. Maar zo die kwade dienstknecht in zijn hart zou zeggen: Mijn heer vertoeft te komen, en zou beginnen zijn medediensknechten te slaan en te eten en te drinken met de dronkaards, zo zal de heer van deze dienstknecht komen, ten dagen in welke hij hem niet verwacht, en ter uren die hij niet weet, en zal hem afscheiden. En zijn deel zetten met de geveinsden, daar zal wening zijn en knessing der tanden. Jezus heeft gewaarschuwd voor de naderende oordelen. Hij heeft gezegd dat de liefde van veel mensen zal verkouden, omdat de wetteloosheid zal toenemen. Hij heeft opgeroepen tot de volharding tot het einde en gezegd dat zij die dit doen zalig zullen worden. Het evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden en dan zal het einde komen. Hoewel er veel lijden, pijn en verdriet zal zijn, en leugenprofeten veel harten zullen misleiden, zal toch de komst van Christus zeker zijn. Hij zal komen en alle knie zal zich voor hem buigen. Dan als hij met grote kracht en heerlijkheid op de wolken komen zal dan zal hij zijn engelen uitzenden met een groot bazuingeluid en zij zullen zijn uitverkorenen bij één vergaderen vanuit heel de wereld maar wanneer zal die dag zijn wanneer zullen de bazuinen klinken en zal Jezus komen zal het vandaag zijn of morgen of zal het nog langer duren Jezus heeft gezegd doch van die dag en uren weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan mijn vader alleen. Hoewel Jezus ons gewezen heeft op de tekenen van de tijd, ja zo zeker als de uitspruitende bomen ons wijzen op de naderende zomer, zo zeker wijzen ons de geruchten van oorlogen, de aardbevingen, de hongersnoden en de toenemende wetteloosheid op het einde. En toch weet niemand van ons. Het uur of de dag. Het zal zijn zoals in de dagen van Noach. Het uur dat de bazuingeluid de hemel en de aarde zal vervullen, zal plotseling daar zijn, zoals de regen, de donder, het openspleiten van de aarde en de overstelpende vloed ineens de aarde bedekte en de hele wereld verwoestte. 120 jaar hebben de hamerslagen van Noach opgeroepen tot bekering. En toch zijn alleen Noach en zijn familie behouden. Omdat zij gehoor hebben gegeven aan de oproep van God om zich tot hem te keren en behoud te vinden in de ark. Wat een verschrikkelijk oordeel is er gekomen over de wereld die er toen was. 2000 jaar na de heerlijke schepping moest God een einde maken aan de goddeloosheid. En hoewel hij de mens nog 120 jaar genade tijd gaf, 120 jaar om zich te bekeren, heeft toch niemand zich willen bekeren. Ze hebben de spot gedreven met Noach. Ze hebben hem aangezien voor een man die niet wijs was en dingen zag die anderen niet zagen. Waar maakte hij zich druk om? De leus van de mensen toen zal ongetwijfeld dezelfde zijn als die er vandaag klinkt. Pluk de dag, geniet ervan, je leeft maar één keer. Blind voor de zonde, doof voor de prediking van genade en ongevoelig voor het naderende oordeel, hebben zij zich verhard. Terwijl de ark, na 120 jaar arbeid, als een zichtbaar teken gereed was gekomen, ging het leven van alle dag door. Mensen aten. En dronken. Ze waren bezig met kopen en verkopen. Ze maakten zich druk om onbenullige zaken en zochten vermaak in dingen die uiteindelijk nooit bevrediging gaven. Er was vreugde, verdriet en pijn. Er werden baby's geboren en er stierven mensen op jongere en oudere leeftijd. De ene dag volgde de andere op, en hoewel niemand zich bekommerde om het naderende einde, naderde het toch. Wat een dag moet het geweest zijn toen de dieren twee aan twee uit de verschillende hoeken kwamen aangelopen, gekropen en gevlogen. Verbazing, verwondering en ongetwijfeld bezorgdheid en angst moeten mensen vervuld hebben. Anderen maakten zich geheel geen zorgen, zaten heerlijk te genieten van hun maaltijd, waren in gesprek over het komende feest, in vergadering over de bouw of de doorontwikkeling van het laatste prototype. Ergens was een vrouw aan het bevallen, terwijl verderop een oma lag te sterven. En toen was daar plotseling het einde. Het oordeel vertrok zich over de eerste wereld. En hoe verschrikkelijk is dat geweest voor hen die zich niet hebben willen bekeren. Niemand dan alleen Noach en zijn familie hebben de reddende macht van God genoten. Niemand dan zij alleen hebben de regenboog voor het eerst aan de hemel zien staan als het teken van Gods trouw. De regenboog, het symbool van trouw, genade en ontferming, maar tegelijk het symbool dat ons herinnert aan het komende oordeel. Nog even en de bazuinen zullen klinken. Het zal zijn als in de dagen van Noach. De mensen zullen ook dan bezig zijn met het leven van alledag. Er okay. zullen er twee op de akker zijn. Samen zijn ze aan het werk, net als de malende vrouwen in de molen. Ze hebben hetzelfde geleerd. Dagelijks zijn ze ijverig bezig met de zaken waartoe zij zich geroepen weten. En dan zal het bazuingeluid klinken en zal er een scheiding plaatsvinden. Vrienden, hoe zal het met ons zijn als het bazuingeluid zal klinken? De Heere Jezus roept ons op om bereid te zijn, hij roept op om te waken. Want niemand weet in welk uur hij komen zal. Als wij weten wanneer de dief zal komen, dan zullen we waakzaam zijn en ons huis niet laten doorgraven. Een trouw dienstknecht zal ijverig bezig zijn in de dingen waar zijn meester hem voor heeft geroepen, ook als zijn meester lang blijft. Terwijl de kwade dienstknecht zal afwijken van zijn roeping wanneer hij het idee heeft dat zijn meester uitblijft. Als dan de meester komt. Zal hij de goede dienstnecht belonen. Terwijl de kwade dienstnecht het loon van de geveinsde zal ontvangen. Waar wening en knessing van de tanden is. Wat een ernstige boodschap. Twee mannen op de akker. Twee vrouwen in de molen. En twee dienstnechten in het huis van hun heer. Wat maakte nu het verschil tussen hen beiden? Waarom wordt de een wel aangenomen en de ander niet? Waarom wordt de een gezegend en de andere vervloekt? Het is omdat de een gewaakt heeft en de ander de boodschap in de wind heeft geslagen. De een heeft het behoud in Christus gevonden en de ander niet. Vrienden, zijn wij waakzaam? Heel de wereld ligt verloren in zonde en schuld. Nog even. En de Schepper van hemel en aarde zal komen om rekenschap te vragen van Zijn schepsels. Zullen wij dan net als Noach wakende bevonden worden, of zullen wij net als de mens in Zijn tijd bezig zijn met van alles en nog wat om om te komen in het oordeel? Vandaag zien we als het ware de bomen uitlopen. De zomer is nabij. We zien aan het tekenen van de tijd dat de komst van de koning en de koning aanstaande is. De getrouwe dienstknechten, uit deze gelijkenis, waren zij die het voedsel op de juiste tijd gaven. Het voedsel dat de getrouwe dienstknechten vandaag mogen brengen, is de oproep tot bekering, want de komst van Christus is aanstaande. Zie het lam Gods, nog is er genade voor een ieder die zich tot hem keert. Ja, alle die hun zonde beleiden. Hun knieën buigen en hun leven in de hand van God de Vader leggen, worden opgeroepen de goede strijd te strijden, waakzaam te zijn en te overwinnen in Christus kracht. Lieve vrienden, is Jezus Christus uw persoonlijke zaligmaker? Is hem te volgen u alles waard? Hij heeft opgeroepen om alles te verlaten, het kruis op te nemen en de verdrukking, vervolging en haat voor lief te nemen. Zien op het einde, de Heerlijkheid, die Hij bereid heeft voor alle die Hem lief hebben. Nog even en de bazuinen zullen klinken. Laten wij breken met alles wat ons afhoudt van de Heer Jezus Christus. Hij is de ark der behoudenis, alle die tot Hem de toevlucht nemen, zijn veilig. Laten wij stoppen met onze tijd verdoen aan onbenullige zaken en ons richten op het Koninkrijk der hemelen en al het andere. Zal ons worden toegeworpen. Halleluja! Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. Kom, Heer Jezus, ja, kom haastig. Amen.